Vandaag een antwoord op de vraag van Marieke. Marieke is nu al een tijdje een ketogeen, een sterk in koolhydraten beperkt dieet aan het volgen. Sinds de start van dit dieet merkt Marieke dat ze zich niet zo goed meer kan focussen, niet zo goed meer kan concentreren. En daardoor haar werkzaamheden niet zo goed uit kan voeren ten opzichte van eerder voorafgaand aan dit dieet. Dit vindt Marieke vreemd, want ze heeft juist begrepen dat wanneer je een ketogeen, een sterk en koolhydraten beperkt dieet volgt, een dieet waarbij je lever voortdurend ketonen moet vormen, gaat vormen, zal vormen, dat je hersenen uit deze ketonen die je lever volop vormt gedurende dit type dieet, energie kunnen putten ter vervanging van normaal gesproken de brandstof glucose. Dus je zou ten tijde van een ketogeen dieet niet minder focus hoeven moeten ervaren. Want ja, focus kan je ervaren wanneer je hersenen goed functioneren. En daar hebben je hersenen energie voor nodig en dat kunnen ze halen uit ketonen gedurende dit dieet. Dus begrijp ze niet waarom haar focus is afgenomen, waarom ze sinds de start van dit dieet minder goed kan concentreren. Nou, Marieke, een verminderde focus zul je gaan ervaren wanneer de neurotransmitter die je focus verschaft, dat betreft de neurotransmitter dopamine, wanneer de vorming en uitscheiding daarvan in je hersenen, door je hersencellen, niet zo goed verloopt ten opzichte van eerder en daardoor eerder, sneller en vaker dopamine tekorten heersen in je hersenen. Een gebrek aan focus, een verminderde concentratie is dus het gevolg van dopamine tekorten in je hersenen die kunnen en zullen ontstaan wanneer de hersencellen die deze neurotransmitter nadat deze hiertoe gestimuleerd worden moeten vormen en uitscheiden daar niet zo goed toe in staat zijn. Om dopamine, een neurotransmitter, de neurotransmitter die je focus verschaft, om deze te kunnen vormen en uitscheiden, hebben jouw hersencellen ATP, energie, nodig. Maar hebben je hersencellen ook vocht, zuurstof en bouwstoffen nodig? Want om nieuwe voedingsstofmoleculen te kunnen vormen, zoals neurotransmitters, zoals de neurotransmitter dopamine, en deze vervolgens ook uit te kunnen scheiden middels een proces genaamd exocytose, ja, heb je veel meer dan enkel energie nodig, hebben je hersencellen veel meer dan enkel energie nodig, want ze moeten iets nieuws gaan vormen. Dat betreft een anabool stofwisselingsproces. En voor de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen is behalve energie ook zuurstof nodig, is vocht nodig en zijn vooral ook bouwstoffen nodig. Want ja, iets nieuws vormen, iets nieuws opbouwen, dat kan enkel met bouwstoffen. Dat betekent dat wanneer jij een ketogeen dieet volgt, een dieet waarbij je lever, zo heb jij begrepen, volop ketonen vormt, zodat je hersencellen daar hun energie uit kunnen putten ter vervanging van de gebruikelijke brandstof glucose. Maar jouw hersencellen kunnen behalve over ketonen niet over voldoende vocht, niet over voldoende zuurstof, niet over voldoende bouwstoffen beschikken. Ja, dan zou dus de vorming van neurotransmitters, waaronder de neurotransmitter dopamine en het uitscheiden daarvan door je hersencellen,
zal verslechteren, want voor de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen waar de vorming en uitscheiding van neurotransmitters onder valt, hebben je hersencellen veel meer dan enkel ATP-energie nodig. Dus het feit dat jouw focus is afgenomen, wat dus betekent dat er dopamine tekorten in je hersenen zijn ontstaan, doet vermoeden dat jouw ketogene dieet onvoldoende voorziet in vocht en de essentiële varianten van bouwstoffen. Hoe zit het namelijk? Er zijn een aantal voedingsstoffen die worden essentieel genoemd. En het merendeel daarvan zijn bouwstoffen. Wanneer je dieet deze onvoldoende bezit en aanlevert, ja, dan kan je lichaam en kunnen dus ook je hersencellen niet over deze bouwstoffen beschikken, want ja, die kan je lichaam niet zelf vormen, essentiële varianten daarvan. En wanneer je lichaam en dus ook je hersencellen niet over voldoende bouwstoffen kunnen beschikken, dan kunnen anabole, opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen niet goed uitgevoerd worden in je lijf en door je hersencellen. Waaronder dus de vorming van neurotransmitters en de uitscheiding daarvan. En kunnen dus neurotransmittertekorten in je hersenen ontstaan. En wanneer er tekorten in de neurotransmitter dopamine in je hersenen ontstaan, dan zul jij een gebrek aan focus en verminderde concentratie gaan ervaren. Dus als antwoord op jouw vraag, hoe het toch kan dat je zo weinig, zo slecht kan concentreren en een verminderde focus ervaart sinds de start van je dieet, terwijl je hebt begrepen dat je hersencellen gedurende dit type dieet dat jij volgt, een ketogeen dieet, hun energie kunnen putten uit ketonen. Dat komt dan omdat je hersencellen naast ketonen, naast brandstoffen om energie uit te kunnen putten, ook wel bouwstoffen nodig hebben om nieuwe neurotransmitters te kunnen vormen en uitscheiden. En wanneer jouw dieet onvoldoende voorziet in essentiële bouwstoffen, ja, dan zullen jouw hersencellen niet in staat zijn om op basis van een aanvoer van ketonen, brandstoffen, neurotransmitters te vormen en uitscheiden, want daar zijn bouwstoffen voor nodig. En wanneer jij de essentiële varianten daarvan onvoldoende aanlevert aan je lijf, dan kunnen je hersencellen daar niet over beschikken. Kunnen ze wel brandstoffen verkrijgen in de vorm van ketonen gedurende je dieet, maar ja, daar kunnen zij geen dopamine uitvormen en dit gaan uitscheiden natuurlijk. Dat als antwoord op jouw vraag.